Yo mensen, Thomas hier, nieuw voor de kijk. Het is gewoon Justin. En vandaag is de wedstrijd FC Utrecht tegen RKC. FC Utrecht heeft nog niks verloren en staat op de tweede plaats. RKC heeft alles verloren en niks gewonnen. Hopelijk kunnen we de 3 punten pakken en op de tweede plaats blijven staan. Come on! Laten we het vakje gaan jongens. We zijn een beetje laat en daarom hoor je de bunnings uit ons zwingen. Thank you.
jij nu eroverheen, hè? Ja! Doorzetten nou! Het is helemaal, want ze hebben nu ook nog rood! We gelijk maken met de 1-1. Dat doen we voor onze nummer 24. Oh nee, nu dan! Oh! Oh, dat 4 geeft, 4 naar 6 geeft! Of bijna zelfs een goal! Corner van FC Utrecht. De Romani voor, ah, weggehaald. Gaat niet, schiet, doet hij dan in! Ah. Aanpakken! 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 Kom maar, kom maar. Tuurlijk. Oh, ja. Je meen, jongen, kom op. Ja. Ja. Oh, yeah.
Jans. En Jordi buitenkast. Spannend op het einde. Ja, mag eigenlijk niet, hè, tegen 10 man, hè? Nee, zeker niet. Dat is jammer. Maar de positieve dingen? Hele mooie goals. 2 in de kruising. Eentje goed geschoten. Hé, hey, we hebben woord! Maar we hadden wel echt eigenlijk wel meer goals moeten maken. Maar de opkomst met het vuurwerk was echt super tof gedaan. Maar leuk is voor je cake. Doei en lekker!